Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering. Max Verstappen die moet deze week in Frankrijk rijden. En vorige week vond ik het eigenlijk wel leuk om het op te nemen. En ik denk, laat ik het nu nog een keer opnemen. Dus we gaan naar Grand Prix. Oh nee, moderne auto's natuurlijk. Pakken de auto van Max. En dan selecteren we Frankrijk. En alles staat nog steeds goed, dus we kunnen eigenlijk al starten. Oh It's a nee, het great day regent. for racing here at Le Ik Castellet, ben nooit zo and the goed in de drivers are regen, making maar we their zullen het final zien. preparations on the grid. Let's hope for a Dan thrilling lijkt het leuk ook contest om in de then regen te here at the rijden. French Grand Prix. Voor de verandering. Het regent behoorlijk hard. Heavy rain. Is het nog moeilijker. We have Het is een 15 lekker breed corners here at circuit the als je het zo circuit ziet. Paul Ricard, 6 to the left and 9 to the right. The Oh, dit rain is is de coming baan. down and making for a Langwerpig. slippery Veel rechte racing stukken. surface, but Maar ook toch luckily heel veel there is bochten. plenty of runoff available and hopefully we'll be able to avoid bringing out a safety car during today's Grand Prix. Anthony Davidson is alongside me today. It's nice and dry up here in the Is de commentary safety box. car. How are you, Ant? Hope you're well. Als er een Looking ongeluk forward to the gebeurt, gaat die race? auto altijd voor Not ons very well, rijden. thank you, Crofty. I forgot my umbrella on the way to the box. I'm a bit soggy, but I'm sure I'll dry out soon enough. We're almost ready to go then, and this is what the starting Even grid kijken looks waar we like gaan for starten. today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, Oh, we mogen and weer he vooraan starts starten. from Vorige pole keer ook al position. in And Canada. Valtteri Bottas will line up Maar alongside. zoals ik Looking vorige keer at ook the al zei, ik ben position, niet zo we goed met currently het starten. have Dus ik denk dat ik Hamilton, wel weer een paar Ricciardo, plaatsen achter de Sebastian zak. Vettel, En dit is Antrainen, best een lang stuk om te Magnussen, starten. Dus ik Alonso, denk dat ik Hülkenberg, veel and plaatsen ga Roman verliezen. Grosjean, Ocon, Sainz, Stoffel, Misschien Van valt het Dorn, ook wel mee met de and regen hoor. Perez, Dat Leclerc, iedereen een slechte Perez, start heeft, maar. Pierre Gasly, and Brendan Hartley, Stroll. Gaan het Okay, remember meemaken. to protect the Weer inside and run down eventjes to de turn one. auto. Make yourself as wide as possible, robust but fair. Aan de ene kant, ja, je moet wisselen in dit spel. Kijk, hij geeft aan dat dit zelfs iets sneller is. Van 1.000ste van een seconde. Ja. Wel even wat meer benzine erin. Ben je wel wat zwaarder, waardoor je langzamer rijdt, maar. Ja, ik vind het altijd wel fijn als er wat meer in zit, want dan kan je je motor wat agressiever zetten. En dan rij je net of wat sneller op sommige stukken. En vooral omdat de Red Bull niet de snelste auto is. Ferrari en Mercedes zijn sneller. Heb ik altijd liever wat meer bij me. Nou ja, kunnen we de race wel starten? Krijg je eerst weer eventjes een rondje warm rijden. Kunnen jullie even kijken hoe de baan eruit ziet. Het is ook niet de bedoeling dat je nou vol gas gaat rijden. Normaal gesproken ga je een beetje naar links en naar rechts. De band op te warmen. Maar ja, ik weet niet of dat in het spel ook echt zo is. Want in het echt wel hoor. Daarom zie je ze heel vaak slingeren. Zoals ik vorige keer ook al zei, hier kan je zien dan hè, hoe warm de banden zijn en de remmen. Bijvoorbeeld links voor zijn de banden 67 graden Celsius. En dan zie je daar de derde van boven links bovenin. Zie je heel hoog getal, 300 zo. Dat zijn de graden van de remmen. Als ik nu vol op mijn remmen ga, kijk, wordt die zelfs over de 1000 graden. Zo. Kwam iemand mijn vol voorbij. Ging ook maar net goed, toch? Nou ja, hij moet toch tweede starten. Officieel mag hij hem eigenlijk niet voorbij, maar dit was natuurlijk een lang recht stuk en dan willen ze altijd even een beetje snelheid maken. Nou ja, ik wacht wel totdat we zijn toch bijna bij het einde nu. Ik ga niet moeilijk doen om in te halen, voordat ik straks in één keer weer schade heb of zo. Ik weet ook niet of dat kan hoor, in deze ronde.
Als jullie de vorige aflevering hebben gezien, zo niet, kijk even terug. Want daar zie je dat ik mijn voorvleugel al een paar keer heb beschadigd. Ja, als goede start we aan de linkerkant. Weet ik nog niet zeker, maar... Oh, we rijden gewoon doorheen. Oh, dat kan ook. Nou, we gaan het meemaken. Grote prijs van Frankrijk. Zoals ik al zei, mijn start is niet echt goed, hoor. Moet dat nog een beetje onder de knie krijgen. We gaan de motor wel even op agressieve stand zetten in het begin. Zodat je wat meer vermogen hebt bij het wegrijden. Nou, wordt nu aan alle kanten ingehaald, maar... Oh, ik had een sandwich, had ik even. Links, op. Kan nog even een tikje mee, tuurlijk. Oh ja, tweede. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, volgens mij. Nou, nog in de regen. Daar ben ik ook helemaal niet goed in. Kijken of we Hamilton voorbij kunnen komen. Max is in het echt wel heel goed in de regen. Nederland natuurlijk, lekker nat land. Qua regen. Maar Hamilton is ook goed, hè, want Hamilton komt uit Engeland. En daar is ook altijd veel regen natuurlijk. Dus die zijn het wel gewend. Je voelt de auto echt wel glijden, ik weet niet of jullie dat ook zien. Nou, zoals ik al zei, hè, de rechte stukken. Ferrari en Mercedes zijn veel sneller. Maar de Red Bull is weer heel goed in de bochten. Dat is wel een voordeel. Kijk, deze kant aan de binnenkant. Hop. Dan kom ik even mooi voorbij. Oh, ik ben aan het glibberen. In het begin gaven ze wel aan dat het einde van de race... droog kan worden. Dus ik ben benieuwd. Want we rijden nu op intermediates. Dus nog ineens op echt hele zware regenbanden. En als je links bovenin kan zien, dan rijdt iedereen op de intermediates. Daarom is het ietsje ook. Nou, ik heb snelste ronde gereden. Dat is ook altijd mooi. Kijken of ik een gaatje kan slaan. Het circuit in Frankrijk is vrij lang. Dus daarom rij je ook minder rondjes. Ik heb in Canada reken ongeveer 18 rondjes. Ja, nu rij ik 13 rondjes. Maar dat compenseert het ongeveer een beetje. Want je rijdt ongeveer wel net zo lang. Een normale race zal ongeveer 2 uur duren. Ja, dat is natuurlijk veel te lang. Voor een video. Dus ik heb hem op 25% gezet in het begin. Zodat je maar 25% rijdt. Dus je rijdt ongeveer een half uurtje. Het zal nou misschien iets langer zijn, omdat het ook nog regent, hè. Nou, vergeleken vorige keer in Canada rijd ik nu wel beter. En als je ziet, links onderin heb ik al een klein gaatje. Normaal kan je deze bocht vol gas nemen als het niet regent. Ik probeer het nu ook, maar ik moet toch een beetje glijden. Scherpe bocht. Komen we op start-finish weer. Nou, dus als je hier links ziet staan, een bordje, DRS. Normaal gesproken, als je dan niet als je eerste rijdt, maar als je bijvoorbeeld tweede rijdt of nog verder naar beneden, dan en je zit 1 seconde achter je voorganger, dan krijg je een DRS. En dat begint dan ongeveer bij ronde 3 pas zo. Dan wordt het pas ingeschakeld. Maar dan krijg je DRS en dan kan je op sommige stukken je vleugel openklappen, je achtervleugel.
waardoor je wat sneller rijdt. En ja, dat is wel spannend, want op die rechte stukken, vooral als ik dan tegen een Ferrari of een Mercedes moet rijden, die zijn altijd wat sneller. Dus zo kan je altijd nog wat in de buurt komen. Maar omdat het regent, is dat niet. Dat is gevaarlijk. Nou, de monteur die zegt van dat het gaat minder gaat regenen straks. Het blijft wel regenen, maar het wordt wat minder alleen. Dat betekent dat we wel deze banden eronder moeten houden. Zoals ik al zei, we rijden op intermediates. Dat zijn dan gewone regenbanden. Maar je hebt ook nog heavy rainbanden. De full wets. En op die banden dan, ja, dan rij je meestal als het echt heel hard regent. En op die banden, die andere banden, heb je meer grip, zeg maar. Je hebt meer profiel op de banden. Diepere groeven, bredere groeven. En zal je wat minder snel glijden. Maar dit zijn echt ideale banden, vooral omdat het straks ook een beetje droog gaat worden. En het blijft nog een beetje nat, maar dan hoef je niet helemaal naar binnen voor nieuwe banden. Maar het is wel interessant straks, want aan het einde zal het droog worden. En dan kunnen we kijken of we dan misschien naar de droge banden kunnen, gewoon normale banden. Of dat we gewoon op deze banden houden. Nou, ik zit er 9,1 seconden voor teamgenoot. Ricciardo. Nou, op zich gaat het eigenlijk wel lekker. Het zal ook wel een keer leuk zijn als Verstappen in het echt ook de eerste plaats pakt. In ieder geval een lekker podium weer, is ook wel leuk. Maar gewoon een keertje een race winnen. Ik denk niet dat het gaat lukken nu hoor. Met de auto die ze hebben tegenwoordig. Ze missen net wat vergeleken de andere auto's. En dat is zonde. Maar er komen straks weer een aantal circuits aan waar die wel goed is. Volgende keer reizen in Oostenrijk. Nou, vorig jaar had hij daar heel makkelijk kunnen winnen. En het is ook eigenlijk het thuiscircuit van Red Bull. Hè. Red Bull komt, team komt officieel uit Oostenrijk. Dat is wel leuk als hij daar een prijs kan pakken. Maar laten we eerst even kijken in Frankrijk. Normaal gesproken ben ik niet zo heel goed in de regen, maar het gaat nu eigenlijk ook wel goed. Maar Verstappen zelf is wel altijd goed in de regen. Zoals ik al zei. We're expecting you in around 2 laps and we'll be putting you on the intermediate tires. Nou, ik zit 14,5 seconden voor de tweede. Dus, nou, zolang het zo doorgaat, moet ik deze wel makkelijk kunnen winnen. Ik ga wel even de benzinemix naar 1 zetten, zodat ik wat kan besparen. Want ik zit dan toch ver voor. Stel dat er wat gebeurt, dan kan ik altijd hem weer op agressief zetten, op 3 of zo. Dan krijg ik wat meer vermogen. Waardoor ik sneller kan rijden en dan kan ik of bij ze wegrijden of als het moet weer inhalen. Want we moeten zo natuurlijk nog naar binnen voor nieuwe banden. En dan is het altijd de vraag waar je dan terugkomt. Hè? Kunnen we nu wel even kijken. Als je nu helemaal rechts onderin staat, dat ik op de 6e positie op. Als ik nu naar binnen zou gaan voor nieuwe banden, dan kom ik terug op de 6e positie. Nou ja, en dan moet je ook nog weten van dat hun ook naar binnen moeten voor nieuwe banden. Dus die gaan ook weer allemaal achter jou komen. Dus dan moet je op een gegeven moment wel weer eerste worden. Het wordt wel al wat lichter.
ook fijn. Ook dat het regen een beetje stopt zo. Ik heb weer een nieuwe snelste ronde neergezet. Ik krijg een complimentje van de monteur. Een aardige man. Oh, hier gleed ik eventjes weg. Nou, ik zit alweer bijna 20 seconden voor de eerste. Een beetje een saaie race dit. Kijk, zoals je nu kan zien rechts onderin al. Als ik nu naar binnen ga en ik kom naar buiten, dan sta ik al op eerste positie. Dus dat is altijd wel een lekker gevoel als je dan weet van je gaat naar binnen. En dan moeten hun ook nog naar binnen, zoals ik net zei. Dus die gaan dan sowieso ook weer tijd verliezen. Dus komen ze lekker ver achter je. Ik hoop dat het zondag wel droog is. Sowieso het hele weekend. In Frankrijk. Ik vind het wel altijd wel leuk als het droog is, de race. Ik vind het ook wel eerlijker. Ik weet niet. Want als de race begint met regen, vind ik nooit zo leuk. Ik vind het wel leuk als het zeg maar de laatste misschien 10 ronden. 10 tot 5 ronden, de laatste. Dat als het dan gaat regenen, want dan gaat iedereen naar binnen en dan wordt het juist spannend altijd. Dan is ook de vraag van wie gaat het langs doorrijden met de gewone banden. Wie gaat er als eerst naar de regenbanden. Want ja, misschien stopt het wel gelijk met regenen en dan zit jij op je regenbanden. En dan moet je misschien nog een keer naar binnen om weer nieuwe banden erom te zetten. Dan verlies je alleen maar tijd. Dus. Dat vind ik altijd wel leuk. Ik ben benieuwd wanneer ze me naar binnen halen voor nieuwe banden. Staat rechtsonder staat dat ergens in de rondje 7. Dus deze ronde. Nou, ze willen ons nog steeds buiten houden met de intermediates. Oh, we moeten naar binnen. Dus we willen weer dat we weer de intermediates eronder doen. Gewoon een nieuw setje. Oh, hier is wat gebeurd. Kijk, hier rechts is iemand tegen de muur aan. Met de gele vlag, deze sector. Dat betekent dat je eigenlijk niet vol gas mag rijden. Nou, dan gaan we naar binnen. Een hele rare pitstraat hier. Een hele scherpe bocht naar rechts, zo. Zo'n mooi circuit en dan vind ik dat wel een beetje raar geregeld. Nou, even kijken of ze echt gelijk hebben gehad, dat we nummer 1 terugkomen. Je ziet linksonder in de map zie je wel mensen komen, maar er moeten nog een paar bochten. Spannend, spannend, spannend. Ze komen eraan. Ik mag vol gas. Nou, ik zit er nog steeds voor. Ideaal. En op nieuwe banden. Dus ik kan weer goed rijden. En met in het achterhoofd dat die anderen sowieso straks naar binnen moeten. Dus die gaan steeds verder zakken straks. Enige hoop ik niet dat het straks helemaal droog is. Dat hun straks op de normale banden buiten kunnen. Want die, oh ho ho ho. Want die zijn dan veel sneller dan deze natuurlijk. Dus misschien kunnen ze in de buurt komen, maar. Ik denk dat ik deze wel ga winnen.
En een keertje zonder schade gereden. Hè? Was wel spannend in het begin, want ik zat vast tussen een paar auto's. Ik denk, oh, nou ga ik weer wat verliezen. Voorvleugel of zo. Maar het valt mee. Als je de vorige video niet hebt gezien, zou ik even terugkijken als ik jullie was. Want daarin zie je dat ik elke keer mijn voorvleugel beschadig. Dat ik ook een keer naar binnen moet om hem te vervangen. En dan ben ik net buiten en dan krijg ik weer een aanrijding. Waardoor mijn voorvleugel weer kapot is. En dan zou je denken, nou, dat is wel niet zo erg als die een beetje beschadigd is. Maar het is wel zo, want het is net of het regent dan. Terwijl het droog is. Want je glijdt aan alle kanten, want je hebt helemaal geen... Ja, je hebt helemaal geen aerodynamica meer, dus je hebt geen... hoe zou ik het makkelijk kunnen uitleggen? Als de voorvleugel eraf is en dan heb je geen aerodynamica, dat wil eigenlijk in, houdt eigenlijk in dat je zeg maar geen balans hebt meer in de auto. Dus je kan niet meer makkelijk door bochten. Nou, de rest gaat naar binnen, dus wij kunnen nu lekker doorrijden. En het is stom, want de Mercedes gaan allebei tegelijk naar binnen, dus nou moet er eentje wachten. Op die andere, voordat die andere klaar is, dan pas mag die andere doorrijden. Dat hebben ze even niet zo slim gedaan bij Mercedes. Nou, je ziet dat het steeds lichter gaat worden. Ik merk ook dat ik de bochten makkelijk weer vol gas kan nemen. Nu steeds minder regendruppels. Het wordt wel wat droger. Een gat met de tweede plaats is gewoon 31 seconden. Dus ja, dan moet ik nu wel heel rustig gaan rijden. Of ergens tegenaan rijden, zodat ik schade heb om te verliezen. Ik rij zelfs alweer het snelste rondje, dan merk je gewoon dat de regen minder is. Je kan beter in de bochten sturen, je kan wat later remmen, je glijdt niet zo snel weg. Kijken of we de tijd nog wat kunnen verbeteren. Er vallen nog maar een paar druppeltjes hier en daar. The tire situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. Ja, ze hebben het erover van wat moeten we nou doen met die banden? Want het een beetje droog gaat worden. Is het dan handig om misschien toch naar andere banden te gaan of blijven bij deze? Nou, het is nu nog 3 rondjes en deze nog. Ik ga niet voor nieuwe banden. Ik rij hem wel uit. Ik sta nu zo ver voor. Ook al gaan hun sneller rijden. En als ik links bovenin kijk, rijden ze ook nog steeds op dezelfde banden. De groene banden, de intermediates. Ze gaan een beetje hetzelfde als mij rijden, dus... Ze zullen nooit in de buurt komen. Nou, de laatste 3 rondes. Op, en weer het snelste ronde. Oh, deze is namelijk wel heel slecht. Dat is te laat met remmen naar het rechte stuk.
Kijk, hij staat nog steeds op 1. Zoals je kan zien. Brandstof. Dus dat betekent dat ik nog steeds aan het opsparen ben. Ja, zolang ik zo ver voor sta, hoef ik hem in principe niet hoger te zetten. Ik zou hem zo meteen nog wel een keer hoger kunnen zetten om nog een heel snel rondje te rijden. En vol gas door. Oh, er rijdt er eentje al voor me. Oh, ik zit op de mast te kijken. En er rijdt er eentje vlak voor me. Dat is een achterblijven. Kijken of we die misschien nog in kunnen halen. Dat we lachen zijn. Zet ik hem nu eventjes op rich. Een hoge stand. Waardoor we meer vermogen hebben, meer snelheid. Als ik nu vlak achter die andere kom, zo ongeveer 5 seconden. Volgens mij. Krijgt hij een blauwe vlag. Alleen hij krijgt dat. Omdat ik dan vlak achter zit, moet hij mij voorbij laten. En dat betekent, dat laat ze dan zien met een blauwe vlag. Ook zal de monteur, zoals bij mij ook elke keer wordt geroepen, zal er bij hem ook wel geroepen worden van, oh, ik kom er nu aan en let op, ga aan de kant. Als hij dat niet doet, kan hij weer een straf krijgen, ja. En, weet je, het is, hij rijdt toch al laatst, of hem maakt niet veel uit, maar als hij in één keer een rare beweging maakt, dan kan ik er bijvoorbeeld tegenaan rijden, ja. Dan zitten we allebei met een kapotte auto en dan word ik geen eerste. Het is een lichtblauwe auto. Ik weet niet wat voor auto dat is. We have 2 laps of fuel remaining. We hebben nog 2 rondjes. Voor 2 rondjes hebben we nog brandstof, zegt hij dus. Nou, sap. We kunnen maar 1 rondje na te rijden. Dus. Het is een Williams. Dit is Sirotkin. Nou, scooters linksbovenin, zie je dat nu? Blauwe vlaggen. Je ziet overal naast circuit ook mensen met blauwe vlaggen zwaaien. Aan de linkerkant meestal. Great work. That's a new fastest lap for the race. Kijk, nou had hier had hij langzaam rijden, maar heel raar. Kijk, en dan stopt hij en dan kan ik er voorbij. Dat moet hij, dat is hij verplicht dus. Maar ik snap niet wat hij zo ver achter doet. Moet wel iets van een ongelukje hebben gehad of zo, of een aanrijding met iemand. Zodat hij naar binnen moet gaan, want hij staat wel heel ver achter hoor. Nou, laatste rondje. Het is in ieder geval wel blijven regenen. Ze hebben gezegd dat het droog zou worden, maar... kleine spelletjes nog. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Omdat het niet meer zo hard regent, hebben ze DRS hebben ze weer beschikbaar gesteld. Zoals ik al zei. Dat je op de rechte stukken je vleugel kan openklappen, achtervleugel. Zodat je wat sneller kan rijden. Maar ja, het is echt nu in de allerlaatste ronde gaan ze dat doen. Ja, misschien hebben we het voor een aantal nog een beetje nut. Maar ik denk dat het geen nut heeft. In ieder geval voor mij mag het helemaal niet. Ik heb toch niemand voor me. Nou, laatste bocht. Dan zijn we er. Dan gaan ze altijd een beetje hier zo rijden, hè. Langs de mensen van het team en dan gaan ze juichen. Eerste.
So another fantastic victory for Red Bull. Teambaas. Linken. Daar is ook wel blij mee. So kijk. How exactly did they set themselves apart from the pack today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. 16e geworden, ik weet niet waarom ze hem laten zien hoor. And now it's time to wind down and kijk. Celebrate after that fantastic Grand Prix. Met mijn teamgenoot naast me. Your top three, out onto the podium. Ik ben benieuwd of dit weekend ook dit gaan zien. Het zal wel lachen zijn. Max op nummer 1. Alleen rijdt hij dit jaar niet met Ricciardo, alleen dan met Gasly. Ricciardo zit nu bij Renault. Gele auto's. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? P1. I'm going to go for Marcus Ericsson. Nou, bedankt voor het kijken. Vond je het een leuk filmpje? Duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En volgende keer zijn we gewoon weer terug met de volgende race. En volgens mij is dat in Oostenrijk. Dacht het wel, Oostenrijk, Jan. En dan zie ik jullie in die volgende video. Vergeet ondertussen ook niet op andere video's te klikken. Want er worden genoeg filmpjes gemaakt hier op het kanaal. En nou ja, voor iedereen wel wat. Dus ik zal even kijken als ik jullie was. En dan zie ik jullie volgende keer.